Hallo allemaal, tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. Mijn naam is Lucas, a.k.a. Lumio. Vandaag ben ik hier met een hele korte video. Ik heb namelijk een aansteker besteld op AliExpress in Hongkong. En hij kostte 3,70 euro. Zo. Hij kostte 3,70 euro, hier staat het. En ik ga in deze video ga ik hem uittesten. Vooral op kwaliteit, omdat natuurlijk voor 3,70 euro, inclusief verzenden vanuit China, dan weet je niet hoe goed de kwaliteit is. Dus dit is een best korte video, maar ik denk dat het voor jullie niet meer gaat lukken om voor die tijd nog een aansteker in huis te krijgen, want het is nu de 30ste en het heeft vooral een hele lange leeftijd. Ik heb dit op 2 december heb ik dit besteld, 2019. En dit is ook vooral geen promotiedeal of zoiets. Dit is gewoon vooral een vergelijking. Ook omdat ik een keer een video van Your Pyro en Bari en Buizen heb gedaan. Daarom wil ik vooral even uittesten hoe goed de kwaliteit nou eigenlijk is. Uit Hongkong. Dus Dus laten we maar gaan unboxen. Sowieso, dat ben ik trouwens weer even vergeten. Vanaf de buitenkant ziet het er heel goed uit. Zeker voor Hongkong. Dan verwacht je niet dat het gewoon in zo'n doosje zit. Gewoon voor 3,70 euro. En het ziet er best goed uit. Al die zwarte strepen, dat is trouwens mijn adres wat ik heb doorgestreept. Ook zodat ik daar geen vragen over krijg. Maar ik ga verder met hem open te maken. Zit hier met plakband gewoon vast natuurlijk. Het zit wel heel goed dichtgemaakt. Dat zeker. Hier nog even het laatste plakbandje volgens mij. Uitkijken dat ik niet in mijn handen snij. Die is nu los. Laten we hem openmaken. Hier hebben we hem. Het zit in bubbeltjes plastic. Zit hier ingepakt. Dat is het. Trouwens, ik zal de naam van de shop ook nog even zeggen. Als dat erop staat. De naam van de shop dat staat niet op de verpakking. Want dat heb je bij AliExpress. Dat is één shop, een soort pol.com. Maar dat is weer verdeeld over kleinere shops. Hier zien we de aansteker al zitten. Ik heb dit thuis ook niet gekocht omdat ik gewoon per se deze aansteker wil hebben. Maar gewoon vooral omdat ik de kwaliteit wil beoordelen. Want je weet natuurlijk niet wat je van me verwacht. Ook voor 3,70 euro is dat best netjes. Dat ze het gewoon in bubbeltjes plastic hebben zitten. En niet gewoon los in een envelop. Het zit nu ook nog in een zakje. Dat is ook wel netjes. En hier is de aansteker nu. Wacht, even de camera scherp stellen als dat lukt. Hier is de aansteker. Ziet er best goed uit op het eerste gezicht. Het eerste oog. Het is trouwens een 3-pitters aansteker die ik heb genomen. Die heb ik nog niet en het leek me wel interessant om een keer te nemen. Gas zit er nog niet in natuurlijk, anders mogen ze dat niet verzenden. Maar gelukkig heb ik zelf gas, dus dat zal ik even gaan halen. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Ik heb nu even mijn aanstekergas gepakt. En hier is de aansteker. Ik zal het klepje ook even dicht doen. En hier aan de onderkant, ik weet niet of het goed te zien is. Maar mensen die ervaring met aanstekers hebben, die weten dat zelf ook wel. Hier zit dus een... op beeld is het niet goed te zien. Ik kan het niet scherp stellen. Maar hier aan de onderkant zit in ieder geval... vulplug. En hier kan ik iets uitklappen. Dat zal ik ook even laten zien. Hier kan ik nu iets uitklappen. Waarmee je dus ook de hoeveelheid zuurstof kunt instellen. Het is wel heel klein. Maar dat kan dus ook. Maar dat gaan we zo uittesten als het gas erin zit. Dus laten we het gas er even instoppen. Even kijken welk dopje het is. Ik denk dat het gewoon met deze aansluiting kan. Dat is bij de meeste aanstekers. En dat kan gewoon. Dus dat ga ik hem even bijvullen. Je ziet het gas er gewoon inlopen. Vloeibaar gas, dat trouwens ook. Dat zal ik ook even bij zeggen. Hij lekt ook niet. Dus dat is ook wel mooi. Hij lekt niet zover ik weet. Ik zal hem ook even rechtop houden. Maar hij lekt niet volgens mij, dus dat is wel mooi. Laten we hem even uittesten.
Ik zal even afstand houden van mijn camera. Oké, hij doet het gewoon. Dat is heel mooi. Oké, alleen twee van de pitten doen het. De derde niet. Kijken wat er gebeurt als ik het zuurstof bijdraai. Oh, en hij doet er wel langer voor om uit te gaan. Auw, en hij is heel heet. Oké, hiermee kunnen we dat instellen. Ik weet niet of ik de goede kant op draai. Ik zal even heel veel afstand houden van de camera. Oké, nu heb ik hem uitgedraaid. Ik zal hem nu weer even aandraaien. Oké, dit is een best grote vlam. En nog steeds doen maar twee van de drie pitten het. Dus dat is wel even een heel groot nadeel, vind ik. Dan doet hij het dus niet zoals hij het zou moeten doen. Sowieso ga ik er even dit wat verder uitdraaien. Ik weet nog niet of het voor de hoeveelheid gas of voor de hoeveelheid zuurstof is. Maar allebei is natuurlijk belangrijk, zeker bij een blauwe vlam. Hoe meer zuurstof er bij een blauwe vlam is, hoe warmer de vlam ook wordt. Dus ik denk zelf dat het voor zuurstof is. Want dat komt hier vandaan en dan zit hier een pin doorheen die dat dan hier afsluit, denk ik. Ik weet niet zeker, maar ik denk dat dat zo is. Als jullie het wel weten, vertel het dan vooral even aan mij. Daar schiet ik iets mee op. Oké, dat is wel een mooie aansteker, behalve dat de derde pit het niet doet. Oké, nu zet ik hem wat harder en nu weer wat zachter. Ik zal hem even wat zachter gaan zetten. Oké, nu heb ik hem weer te zacht gezet. Oké, nu staat hij op zijn zachtst. Oh, hij wordt hier nu wel warm, want dit is ijzer hierboven. Of in ieder geval metaal. IJzer geloof ik niet, ik denk aluminium of zoiets. En dat glijdt heel goed warmte, zeker aluminium glijdt dat heel goed. Ja, dat is wel te merken, want hij wordt hier best warm. Dat is ook wel een groot nadeel. Alleen denk ik dat dat bij al dit soort aanstekers is. Dus dat dat niet per se met AliExpress te maken heeft. Maar voor de rest is het wel een goede aansteker. Behalve dat de derde pit het niet doet. Nou, dan het klepje weer dicht en dan is die ook gewoon veilig. Want er kan er geen zuurstof verder bij komen. Dan kan het nergens naartoe. Als ik nu doe, dan gebeurt er ook niks. Nou, zo verkeerd voor €3,70. Inclusief verzenden uit China vind ik het nog niet. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Aan de ene kant had ik wel verwacht dat het zo was, aan de andere kant ook niet. Want ja, shops zoals Bari en Buizen en Your Pyro, die bestellen het natuurlijk ook gewoon in China. Dus het was ook wel te verwachten dat het zulke kwaliteit was en dat het ook gewoon dezelfde kwaliteit is als bij die winkels. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Doe even dat duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Laat in de comments weten wat jullie van deze aansteker vonden. En waar jullie het liever zouden bestellen. En bedankt voor het kijken. Hopelijk tot de volgende video. Dit was Lumio. Later mensen. Lumio.